zijn vandaag op Utrecht Centraal. Dat is het allerdrukste treinstation van Nederland. Op een normale werkdag dan stappen hier 200.000 mensen in of uit. Dat is indrukwekkend toch? Zoveel mensen. Allemaal hun bed uitgekomen vanochtend. Ja, waarvoor eigenlijk? Wat is hun doel? Ja, ze zijn ergens naar op weg. In maart van dit jaar kwam er een onderzoek in het nieuws dat zei dat Nederland een ongelovig land is. Het aantal atheïsten, het aantal agnosten. De ene mens die zegt God bestaat niet, de andere die zegt je kunt niet weten of God bestaat. Bij elkaar zijn zij de meerderheid in Nederland. Dus het aantal religieuze mensen is een minderheid. En stel nou dat je zegt ik geloof niet dat God bestaat. Wat is dan je levensdoel? Sommige van die mensen zullen zeggen, voor mij is dat het allerbeste in mezelf naar boven halen. Anderen zullen zeggen, ja, goed zorgen voor de mensen om je heen. Dat is belangrijk, toch? En een derde die zegt, ja, voor mij is dat speciale momenten meemaken in mijn leven. Beleven, daar gaat het voor mij om. Mensen hebben als doel in hun leven om er zoveel mogelijk uit te halen. We willen graag gelukkig zijn. Wat maakt jou gelukkig? Voor mij was het bijvoorbeeld het halen van mijn examen toen ik op de middelbare school zat. Ik dacht, als ik die heb gehaald, dan ben ik gelukkig. En dat was zeker een opluchting, maar het was niet genoeg. Toen ik ging studeren, dacht ik, als ik mijn studie heb gehaald, dan ben ik echt gelukkig. Misschien is het voor jou wel het bijhouden van je social media of gamen. Of het kopen van kleding. Maar als ik die dingen in handen heb, is dat dan het echte geluk? Kan ik zeggen, ik ben gelukkig? Ik zeide in mijn hart nu wel aan, ik zal u beproeven door vreugde. Derhalve zie het goede aan. Maar zie, ook dat was ijdelheid. Salomo zegt, ik ga vreugde en blijdschap zoeken in mijn leven. Maar hij zegt ook, het levert niets op. Het brengt hem geen waar geluk. Maar wat geeft dan wel dat geluk? In Psalm 95, vers 6 staat, komt, laat ons aanbidden en nederbukken. Laat ons knielen voor den Heere die ons gemaakt heeft. De Heere is jouw maker. Zou hij dan niet degene zijn die weet wat het doel is van mijn en jouw leven? Het doel van jouw leven ligt in een leven met God. Dat is wat je hier in de kerk kunt horen. Proef je het verschil, de onrust van het creëren van je eigen geluk en de rust van jouw leven in Gods handen? Die rust kun je proeven in zijn huis. Ja, nu denk je, klinkt mooi misschien. Je leven ten dienste van God en in dienst van je naaste. Maar moet ik dan al mijn eigen geluk aan de kant zetten? Moet ik mijn vrijheden allemaal opgeven? We zijn hier in Utrecht in de Jacobikerk en ik wil je graag iets laten zien. 500 jaar geleden ongeveer leefde hier Aliet. En Aliet die heeft zich laten inkluizen in dit kamertje. Ja, Aliet heeft zich in dit kleine kamertje opgesloten. Inkluizen. En ze heeft hier jarenlang gewoond. Dag in, dag uit in deze kleine ruimte. Maar is dat wat God van ons vraagt? Dat we al onze vrijheid opgeven om hem op die manier te dienen? Ik denk het niet. Ik lees wat uit Prediker 11. Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd. En laat uw hart u vermaken in de dagen van uw jongelingschap. En wandel in de wegen van uw hart en in de aanschouwing van uw ogen. Kortom, hier zegt Salomo, je mag genieten van het goede wat God geeft. Van de vrijheid. Van de dingen in je jeugd. Maar er staat iets achteraan. Maar weet dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht. We moeten dus wel rekenschap afleggen van hetgeen wat we doen. We mogen genieten van vrijheid, maar binnen de kaders van Gods goede geboden. Waar word jij gelukkig van? Het jaar 2023 ligt voor ons.
Welke plannen heb je gemaakt? Welke dingen liggen er voor je? En als je die dingen gedaan of behaald hebt, ben je dan echt gelukkig? Ik daag je uit om naast alle mooie plannen die je hebt gemaakt voor dit nieuwe jaar, elke keer weer te bedenken, mijn ware geluk hangt niet af van deze plannen, maar is te vinden in de Heere God alleen. En een iegelijk die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Wij wensen jou een gezegend 2023 toe.